Ei, pinda, pollen. We kennen allemaal wel iemand die allergisch is voor één of meerdere van deze producten. Zo'n 20% van de mensen heeft last van hooikoorts. Een voedselallergie. Zo'n 600.000 mensen in Nederland die hebben dat. Zijn we daadwerkelijk steeds vaker allergisch? Hier in de werkplaats ga ik allereerst uitleggen wat een allergie is. Er zijn meerdere soorten allergieën. Je kunt bijvoorbeeld allergisch zijn voor dingen die je inademt, zoals pollen, maar ook de haren van een kat of een huis of meid. Dat noemen we dan een inhalatieallergie. Het stofje waar je dan allergisch voor bent, dat noemen we een allergeen. En in dit geval komt het dan binnen via de lucht. Maar je kan ook allergisch zijn voor voeding. En de naam zegt het al, dan ben je dus allergisch voor iets wat je eet. De meest voorkomende allergieën liggen hier op tafel. Dus bijvoorbeeld melk, ei, pinda, noten, soja, vis, maar ook schaaldieren. Simpel gezegd is een allergie een fout van het immuunsysteem. Laten we eens kijken wat er precies gebeurt in je lichaam. Veruit de meeste stofjes waarop je allergisch reageert zijn eiwitten. Die komen dus binnen via de voeding, wat je inademt of via de huid. Als die eiwitten in je lichaam binnenkomen, kunnen ze herkend worden door de mestcel. Die mestcel heeft normaal de functie om te zorgen dat je niet ziek wordt. Het vat virussen en bacteriën aan. Op die mestcel zitten verschillende antennes. En als je allergisch bent voor pinda, dan zit daar een pinda-antenne op. En op het moment dat je dat dan gaat eten, wordt dat eiwit herkend door een van die antennes. Die mestcel wordt op dat moment actief en gaat verschillende stofjes produceren. Een van die stofjes die daarin het belangrijkste is, is histamine. Als die vrijkomen, dan merk je dat je de verschillende symptomen krijgt van een allergie. Als je bijvoorbeeld last hebt van hooikoorts en de pollen vliegen door de lucht, kan je dat merken aan tranende ogen, je hebt last van je neus en ook kortademigheid kan je ervan krijgen. Maar ben je allergisch voor voedsel en heb je iets gegeten waar je allergisch voor bent, dan merk je dat soms al in je mond, dat je kriebel krijgt, je kan dikke lippen krijgen of je keel kan gaan opzwellen. Sommige mensen krijgen een jeukende bult over heel hun lichaam of krijgen buikpijn en moeten ervan braken. Of je kan er, als het zo ernstig verloopt, zelfs een zuurstoftekort van krijgen, een lage bloeddruk en in dat geval kan het zelfs levensbedreigend zijn. We weten dus wat er in je lichaam gebeurt bij een allergische reactie, maar waarom de een allergisch wordt en de ander niet, dat is nog steeds een raadsel. Het aantal allergieën is de laatste decennia flink toegenomen, met name bij kinderen. 100 jaar geleden hadden we nauwelijks allergieën. En nu is ongeveer zo'n 20% van de wereldbevolking reeds allergisch. Daarnaast zien we dat mensen voor steeds meer stoffen allergisch worden. Voor hooikoorts bijvoorbeeld zien we al een toename tot 30-40% onder de tieners. En we zien ook dat steeds meer jongere kinderen allergisch worden. Maar waar komt de enorme groei vandaan? Een van de belangrijkste oorzaken is de klimaatverandering. Dat heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen hooikoorts krijgen. Het wordt warmer weer, de zomers zijn langer en daardoor gaan planten en bomen eerder bloeien en komen er meer pollen in de lucht. Ook het CO2-gehalte in de lucht is toegenomen. En dat CO2 zorgt ervoor dat het allergeen net een beetje verandert, het lichaam het eerder kan herkennen en je dus eerder allergisch reageert. Een tweede oorzaak van de toename in allergieën gaat vooral over voedsel. Bijvoorbeeld hebben we tegenwoordig kikkererwten en bijzondere kruiden zoals fenugreek. Daardoor zien we steeds meer specifieke allergieën ook ontstaan. En we gaan steeds meer bijzondere dingen eten, zoals sprinkhanen bijvoorbeeld. En dan zien we ineens mensen die allergisch zijn voor sprinkhanen. De derde oorzaak heeft te maken met de hygiënehypothese. Trinkeli-theorie wel. Het gaat ervan uit dat we eigenlijk te schoon zijn gaan leven. Omdat we niks meer gewend zijn, gaan we vaker allergisch reageren. Inmiddels is die theorie wel achterhaald, maar er zit wel een kern van waarheid in. Dat zit zo. We zijn in de loop der jaren steeds meer schoonmaakmiddelen, zeep, geneesmiddelen zoals antibiotica gaan gebruiken. Die beïnvloeden de goede bacteriën en de natuurlijke balans waarin die leven in de huid en in de darm. En die balans is nou juist heel belangrijk voor het voorkomen van allergie. En er gebeurt nog iets anders. Door het vele wassen en het gebruik van schoonmaakmiddelen gaat die huid kapot. Daardoor kunnen de eiwitten, de allergenen, de huid binnendringen en is er een grotere kans dat je allergisch wordt. Daarom zien wij meer allergieën bij kinderen met eczeem die reeds een kapotte huid hebben. Het is daarom extra belangrijk om kinderen met eczeem vroeg allergenen te laten eten en niet die blootstellingen via de huid te krijgen. Het voorkomt namelijk het ontstaan van allergieën met zo'n 80%. Ik ben Helene, scheikundige, en in de volgende aflevering van de Werkplaats vertel ik jou de waarheid over zonnebrandcrème.